Oh, eindelijk zijn we er. Ja. Ik blijf het altijd ook wel spectaculair vinden. Ja, dat je dat gewoon allemaal mee mag maken. Ja. Mee mag bekijken. Ja, 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 alle beelden van alle gemeentes hebben we. Dat wil je gewoon allemaal zijn. Nou, we hebben het over de optocht. Ja, alle de optocht. Grote optocht, hè? Grote optochten in heel de gemeente. En de beelden die nu klaarstaan zijn de beelden van het Biesbosrakkersrijk. Yes. Oh, heel mondvol, hè? Ja, zeker. En dan gaan we ook gewoon... Prachtige naam. Hartstikke mooi. Biesbosrakkersrijk. Die hadden echt een superleuke optocht. En super kleurrijk. En heel veel, heel veel variatie. Individuele wagens, karretjes. Alles deed mee. En het was hartstikke leuk. En wij van Omroep Drimmelen waren daar natuurlijk bij. Absoluut, tuurlijk. Dus kijk mee naar de optocht van Biesbosrakkersrijk. Carnaval in Lage Zwaluwe. Het is een feest. Het weer is goed. Wat willen we nog meer? Ik ga eens praten met wat mensen. Ja, wie zijn jullie bij elkaar? CW de Trollen. De Tollen? Trollen. Oh, de Trollen. Ja. Oh, jullie zijn wel goed verkleed als trolls, hè? Ja, ja, ja. En dan moet je nog dat hele eind als troll rondlopen? Ja. Heb je er zin in? Ja hoor. Wat gaan we vanavond doen? Bier drinken. Serieus? Ja. Maar je bent pas 14? Nee, 15. Mag je nog geen bier drinken, hè? Nou, eigenlijk niet, maar ja. Dat mag wel meer niet in de wereld, hè? Ja. Nou, ze zeggen heel veel plezier. Dank je wel. Gedraag je eigen niet, dan wordt het gezellig. Goed vast. Oké. Adieu. Ik ben van Omroep Drimmelen en ik wil weten wat jullie hier komen doen. Nou, carnaval vieren. Waarom meen je dat nou? Ja. Ik vind het zo'n rare muziek. Ja, vindt u het raar? Ja. Het is wel gezellig. Oké. Okay. Ja. En wat gaan jullie doen? Wij gaan drinken en feest vieren. Gaan jullie drinken? Nee, nog. Maar jullie zijn nog heel lang geen 16 hoor. Klopt, ja, 16 inderdaad. Gewoon water. Ja, gewoon water, hè. Gewoon lekker. Dan kun je uren volhouden. Ja. Ja. Maar zonder gekheid, grijp uw kans. Wat gaan jullie daarmee doen? Met wat? Grijp uw kans. Oh. Gaan jullie lekker misbruik van maken? Nou, nee, denk ik niet. Je denkt niet, maar je weet het nog niet zeker. Nee. Ja, jij weet het wel zeker, hè? Nee. Nou, ik zie het aan je ogen dat jij dondersgoed weet wat je gaat doen. Oké. Okay. En dat is? Dat kan niet zeggen, want de camera staat aan. Oh, nee, in ieder geval heel veel plezier. Ja, en ik hoop dat jullie netjes weer thuis komen. Ja, dat komt goed, denk ik. Ja, we zijn dicht bij huis. Ik hou niet echt van dansen, dat past niet zo bij mij. Maar ben ik in de Efteling de grond. Oké, wat zijn jullie aan het doen? We zijn ballen aan het ophalen voor de dom of voor het café. Ja? Zodat de jeugd ook een toekomst heeft. Oké, en heeft de jeugd nou geen toekomst? Jawel, maar zodat het een betere toekomst heeft, zodat wij dadelijk ook een domp hebben. Oh, rennen! Dame, heb je even de tijd? Ja, hoor. Ik ben van de Omroep Drimmelen. Ik vraag me af, wat zijn jullie aan het doen? Kamelenrace nog wel? Kamelenrace, inderdaad. Maar er is helemaal geen zand hier. Nee, maar dat kan zo toch ook? Oké, okay. En waar gaan die kamelenrace naartoe? Naartoe? Nou, naar de finish daar. Die staat daar. En wat krijgen jullie dan? Nou, de winnaar krijgt een oorkonde om in de Raad van Elf deel te nemen volgend jaar. Aangezien er wat... We kunnen er wel een hoop gebruiken, hè? Dat bedoel ik, ja, ja. Daarom. En dus... heeft er al iemand zich aangemeld? Ik durf het niet te zeggen. Dat ik vind jou wel een goed type om in de Raad van Elf te zitten. Ja, ja hoor. Ja. Nou, volgend jaar dan komen we weer even een babbeltje doen om te kijken hoe het afgelopen is. Ja. Mari, wat zijn jullie aan het doen? Carnaval aan vieren. Met alleen maar drank zo te zien? Nee, ook dat is voor de kinderen. Hè. We hebben ook gewoon cola en ook gewoon chipjes en dat soort dingen ook. Maar we delen het vandaag uit. Dat doen we altijd. Wij kregen net al een schobbelaartje. Ja, echt waar? Vond je het lekker? Ik vond het heerlijk, ja. Ik moet niet te veel doen, anders wordt het niks. Ik kan iets aanraden. Dames, wat zijn jullie aan het doen? Maar nu kamelenrace. Ja, dat idee had ik al. Ik heb al eerder een familie van jullie gezien met kamelen. Ja, dat klopt. Ja, dat zijn onze zusters. Maar die zijn niet echt, toch? Nee, jullie zijn wel echt, hè? Wij zijn echt. Dat kun je heel goed zien, hoor. Moet u een balletje gooien? Nou, we kunnen. Of een balletje moet gooien? Ja. Ja, vind ik wel. Moet kunnen. Ja, toch? Alleen het is een beetje lastig. We staan op een helling. Dus alle ballen zitten voorin. Dus ik kan... Aha. Wat heb ik er dan aan? Ja. Ja, maar hij maakt het heel leuk. En je moet nog een heel eind hoor. Nee hoor, dat valt wel mee. We hebben al een heel eind gehad. En ik heb hier mee. Ja, ja, ja.
wat gaan jullie doen? Wat ga je doen, Jurre? En ik wil bij de koning. Hé, hey, Eschra! Veel belangrijker. Ja, ik zeggen, de spanningsboog is nog vrij beperkt. En wat ben jij mooi beschilderd? Wat ben jij? Een kanariepietje ben jij? Ik ben een beer. Ben jij een beer? Oh, wie heeft dat gedaan? Mama of papa? Nee, oma. Oh, wat kan jouw oma dat goed, zeg? En ga je dadelijk nog feesten meedoen? Ja, maar ik is van mijn opvang zijn er ook. Oké. En papa mag ook meedoen? Papa mag ook meedoen, denk ik. Ja. Ja, wat gaat papa doen? Papa gaat samen met jou mee naar de optocht, toch? We gaan samen naar de optocht. En Evelien is er ook. We gaan samen naar de optocht kijken en ik denk ook wel je vriendjes. Heb je er wel veel zin in? En ga je er ook. Heb jij er zin in, Jurre? Hij ziet veel te veel. Oké, dank dat je even de tijd had. Ja, veel plezier. Probleem. Ja, dat maakt niet uit. We gaan even verder kijken. Dankjewel. Wij zijn nieuwe missen aan het zoeken voor ons Swaloo dat het weer leefbaar is. Ik zie al drie prachtige missen. Wat moet je er nog één bij hebben? Ja, er zijn er te weinig voor dit hele dorp, hè? Ja, als ik mijzelf verkleed, kan ik er natuurlijk wel naast gaan staan, hè? Zeker weten. Maar wilt u ook een kans grijpen om Swaloo weer leefbaar te maken? Ik wil nou alles meedoen. Ja, grijp de kans. Even kijken. En dan zal wel eens gaan kijken wat u wordt. Wat ik word? Ja, of wat gaan doen? Wat u tijd of... Grijp de kans op Swaloo, hè? Moet u helpen? Of, dat kunnen wij ook, hè, helpen. En nou ook lezen, hè? Wou de nieuwe mail sturen. Ja, nou, gezellig, dat komen we. Maar u een pilsje drinken. Heb ik altijd dat willen doen. Waar komt die? Ja, dan mag u dan kiezen, hè? Wat hebben jullie godsamme gelukken? Oké, en hebben jullie al meer verkocht? Er zijn al meer mensen die wat gaan doen? Ja, we hebben al heel veel mensen. En er komen er nog veel meer. Veel meer aan. Nou, sterkte ermee en heel veel plezier, want het ziet er leuk uit. Dankjewel. Oké, groetjes, doei. Voor zeggen, wat gaat er gebeuren? Nou, we zijn met een wervingsactie bezig voor onze vrijwillige brandweer Korpslagers Zwaluwe. En het motto is, grijp de kans. Dus dat hebben wij aangegrepen om onze wervingscampagne wat boost te geven, zeg maar. Dus wij zijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers. En dat doen wij door het motto, grijp je kans. Nou, er moeten er maar genoeg zijn dadelijk. Ja, en we delen ook piepers uit. En dan kan iedereen er vast wennen om met een pieper te lopen. En natuurlijk volgen met een QR-code. En hoop zoveel mogelijk aanmeldingen te krijgen. Heel professioneel. Dus ik hoop dat er een hele hoop mensen gaan reageren. Want het is een goed doel. Het is een goed doel. Ja, zeker te weten. Ik zou zeggen, heel veel succes. En het is nog een eindje, dus je moet er nog een hele hoop tegenkomen. Okay, zo is dat. Dankjewel. Een speciale missie vandaag. Ja, het geloof overbrengen naar de rest. Ja? Het geloof overbrengen naar de rest. En hoe loopt dat met het geloof? Ja, het is redelijk zwaar, maar ja, Hertog Jan doet alles. We hebben geen jubileum van. Maar ja, we moeten door. Ja, en lukt het een beetje? Ja, zeker. Ja, je hebt wel een hele hoop volgelingen. Ja. Maar ja, ze zijn nog leeg. Na de optocht zijn ze vol, denk ik. Ja, want als nou niemand van Hertog Jan, wat moet je hem dan te drinken geven? Ja, geen water, want dat smaakt niet. Nee, dat weet ik maar. En bier is bier, hè? Bier is bier. Ja. Maar ja, ik heb wel verschillende soorten natuurlijk. En Hertog Jan is toch de lekkerste. Maar goed, je bent zelf al aardig aan het proeven. Ja, nee, je moet ervoor proeven. De rest, voor de rest gaat zwijpen, hè? En de rest komt vanzelf, hè? Ja. De rest komt erachteraan. En je kunt altijd nog naar huis rollen als het moet. Daarom.